Ik ben Arnoud Visser. Ik ben glaskunstenaar of ja, vormvinder. Ik heb hier een paar weken geleden voor het eerst het Muiderslot bezocht. Geweldig. En daar waren een aantal replica's glazen te zien. En nu vandaag zien we de echte originele 17e-eeuwse glazen. Bijzonder om dat te kunnen zien. Puntgraaf glas. Nou, ik zie hier zes fraaie roemers. Ja, een roemer is eigenlijk gewoon een wijnglas. Die dotjes erop om goede grip te krijgen, dat hij niet uit je handen kan glippen. Fantastisch puntje graaf na al die jaren. Helemaal heel. Hoe is het mogelijk? Hè? Ja, het vakmanschap druipt er vanaf. Ja, deze roemers die werden stuk voor stuk handgemaakt door een glasmeester. Die, ja, je moet voorstellen, die mensen die hebben jaren en jaren ervaring om dat te maken, om het in de vingers te krijgen. Want het is echt niet simpel. Het glas zelf wordt uit verschillende onderdelen samengesteld. Dus je hebt hier iemand die maakt een voet en de andere maakt een bel die later de kelk wordt. En dat wordt dan door een druppel heet glas aan elkaar verklonken. Nou, het maakproces van een glasblazer is eigenlijk niet veranderd. Sterker nog, als nou zo'n glasblazer uit de 17e eeuw in een moderne glasblazerij binnen zou wandelen, hij zou meteen aan het werk kunnen en hij zou zich hooguit verbazen over de andere brandstof. Dus geen hout meer, maar gas of elektrisch. Maar voor de rest dezelfde gereedschappen en dezelfde ambachtelijkheid en ook dezelfde moeilijkheidsgraad. Want glas heeft een aantal regels waar je aan moet voldoen. En als je dat niet doet, dan ploft het letterlijk uit elkaar als een klein bommetje. Tegenwoordig wordt glas echt voor geen geld in massa geproduceerd. Dat zijn dus allemaal exact dezelfde glazen. En dat is eigenlijk helemaal ontdaan van enige menselijkheid. Het is allemaal artificieel. En juist zo'n ambachtelijk glas dat dus een klein beetje scheef staat en levendig maakt. En dat maakt het juist bijzonder. Dus als je dat zo in de hand houdt, dan heb je eigenlijk een soort communicatie met de glasblazer. Hoe die dat destijds heeft gemaakt. Ik laat me ook wel inspireren door het glas van vroeger. Ik heb een servies ontwikkeld van glazen. Dat is hier het wijnglas. En als je goed kijkt, dan zie je ook een beetje dezelfde logica en de vormentaal. Het glas is ook licht van groene getint, verontreinigd. Ook met kleine belletjes erin. Deze zijn dus allemaal ook verschillend, allemaal handgemaakt. Voor mij is dat toch weer om zo die glazen te maken, die bezielde glazen, allemaal op detail verschillend, maar krachtige, mooie vormen, stoer glas. Zo moet het zijn.